De maatschappij vraagt steeds meer om vrije uitloop-eieren. Om aan die vraag te kunnen voldoen, heeft er in de afgelopen 6 jaar een forse stijging plaatsgevonden van het aantal vrije uitloopbedrijven. Voor een kip is een vrije uitloop waarschijnlijk heel fijn, maar er kleeft ook een nadeel aan. Kippen op een vrije uitloopbedrijf hebben namelijk een fors hoger risico om besmet te raken met een vogelgriepvirus. Dit is omdat er in de vrije uitloop contact kan zijn tussen kippen en wilde watervogels. Wilde watervogels, waaronder bijvoorbeeld eenden, zijn de natuurlijke drager van vogelgriepvirussen. Jaarlijks vinden er in Nederland 30 besmettingen plaats van de milde variant van het vogelgriepvirus op pluimveebedrijven. 80% daarvan vindt plaats op vrije uitloopbedrijven. De milde variant van het vogelgriepvirus van het type H5 en H7 kan muteren naar een zeer ziekmakende soort. Als dat gebeurt, vindt er massale sterfte plaats bij het pluimvee. Om dan verdere verspreiding van het virus te voorkomen, worden besmette bedrijven geruimd, maar soms ook bedrijven die in de directe omgeving liggen. Dat heeft grote sociale en economische gevolgen. Bovendien kunnen een aantal varianten van het virus ook gevaarlijk zijn voor de mens. Recent onderzoek van Wageningen BioVeterinary Research laat zien dat pluimveebedrijven die gelegen zijn op een afstand minder dan 500 meter van waterwegen zoals sloten, maar ook natuurgebieden met wilde watervogels zoals hier, een verhoogd risico lopen op besmetting met de milde variant van het vogelgriepvirus. Bij recente vogelgriepuitbraken in 2014 en 2016 in Nederland hebben we het virus onderzocht en hebben de herkomst van het virus kunnen herleiden. Het virus kwam namelijk overeen met virussen die we ook in Japan en Zuid-Korea hebben gevonden. Na enig puzzelwerk hebben we kunnen aantonen dat het virus vanuit Zuidoost-Azië met trekvogels naar broedgebieden in Noord-Siberië is gebracht. Vervolgens hebben andere trekvogels het virus naar West-Europa meegenomen. Vogelgriep zal de komende 10, 15 jaar regelmatig met besmette wilde vogels terugkeren naar Europa, omdat de bestrijding van vogelgriep in Zuidoost-Azië onvolledig is. De virussen blijven rondgaan en er ontstaan daardoor nieuwe soorten vogelgriepvirussen. Om in de toekomst vogelgriep te voorkomen bij pluimveebedrijven werken wij aan nieuwe onderzoeksplannen. Die zijn onder andere gericht op het gebruik van getrainde honden en laserapparatuur. Die schrikken namelijk de wilde watervogels af, waardoor die niet meer in de vrije uitloop terechtkomen. De resultaten van het onderzoek gebruiken wij in ons advies aan het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Mijn naam is Armin Elbers en ik ben onderzoeker bij Wageningen University and Research.